Martel, hoe ging het? Ja, wel goed. En wat ging dan goed? Het spelen ook toch. En als je dan zo bent aan het spelen, hè, je zit hier toch in die zaal, allemaal met camera's om je heen. Ben je dan zenuwachtig? Klein beetje. En heb je daar trucjes? Want ik speel ook muziek, maar lang niet zo goed als jij. Maar ik ben ook altijd heel zenuwachtig. Heb je misschien eens trucs en tips voor mij, hoe ik daarmee kan omgaan? Misschien rustig blijven, rustig ademhalen. Dus heel rustig ademhalen. Hey, en jullie komen uit Boksmeer, zijn vandaag de eerste. Hoe laat zijn jullie vertrokken? Dat weet ik niet. Dus het was vroeg waarschijnlijk? Volgens mij 9:30. Oh, dat viel nou wel weer reuze mee, hè? Hey, en wat denk je? Hebben jullie het goed gedaan? Krijgen jullie een goed predicaat? Denk het wel. Oké. Nou, u hoort Machteld helemaal zelfverzekerd. Machteld, bedankt en tot een volgende keer. En misschien nog wel veel belangrijker, ik heb ook nu naast mij de dirigenten van het Boksmeerse Jeugdorkest gewoon eens vanuit een professionele kijk. Hoe is het gegaan? Ik denk dat we tevreden mogen zijn. Greece zeker was niet makkelijk voor het orkest, daar hebben we flink aan moeten trekken. En 100% daar had ik wel op van willen dromen, maar dat is het dan helemaal niet helemaal geworden. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn hoe het geklonken heeft. Kijkend naar het programma, hè? Een cursus of Tutankhamun. Iets zwaarder werk, iets moderner. En daarnaast nog een oude musical klassieker, Grease. En een inspeelwerk, zeer bekend, Easy Pop Suite deel 1. Hoe komt zo'n programma bij jullie samengesteld? Hoe doen jullie dat? Ik heb het orkest eigenlijk de keuze gelaten. We zijn begonnen met de Easy Pop Suite. Daarna heb ik vrij snel daarna de Grease opgelegd. Ik ben daar 6-7 weken mee aan de gang gegaan en ik heb het orkest gevraagd. Waar denken jullie dat je in een paar maanden flink aan willen werken? Nou, en het voltallige orkest koos toch voor Grease. Een oude kraken, maar toch nog bij alle jeugd ook heel erg populair. En daar zijn we voor gegaan, want ik vind het belangrijk dat we niet alleen vandaag fijn kunnen spelen, maar de aanloop ernaartoe natuurlijk ook. Dus ik heb gekozen voor het moeilijkere werk Grease en de Easy Pop Suite een deeltje als inspeelwerk gedaan. En ik vond wel dat er een tegenhanger van die twee stukjes moesten zijn, zeker van Grease. En Tutankhamon, ja, dat is gewoon een enorm sfeervol stuk. Ik heb gisteren nog eens een keer het verhaaltje verteld hoe het zit met het openen van het graf van Tutankhamon. Dat er mensen zijn die gekomen zijn daar als bezoekers van dat graf. En om op hele mysterieuze wijze zijn gestorven daarna. Dus al die verhaallijn daarin, die hoor je zo goed in dat stuk. De mist en de stof van het graf. En ja, dat is een stuk wat u goed ligt, ik hoor het al. Ja, dames en heren, u hoort een stuk passie. We hebben toen net een prachtig sfeerconcert gehad, verschillende vlakken gehad. En ik wil u bedanken en succes met uw korps in de toekomst. Dank u wel.